Welkom op de stand van Nieuw-Holland op Agrotechniek Holland. Wij willen graag enkele nieuwe zaken aan jullie tonen. Elke T7 kan vanaf nu uitgerust worden met ABS. Dit is een primeur voor gans Europa. Dit is de eerste trekker van de fabriek met ABS uitgerust. En deze optie kan nu ook als eindklant besteld worden. ABS kan op elke T7 long wheelbase, zijnde de T7.220 tot en met de 270, op elke autocommand en powercommand met Sidewinder 2 armleuning. Wat houdt het ABS-systeem precies in? Wel, ABS is zoals bij de wagens een manier om veilig te remmen zonder het risico dat de wielen slippen en dat je in schaar komt met de aanhangwagen. Er zijn ook nog een extra aantal features te verkrijgen op deze trekker, namelijk ABS Fast Steer. Wat houdt dat in? Elk wiel op zich wordt gemonitord door een wielsnelheidssensor en heeft een eigen remactuator zitten. En een module controleert het hele systeem en op die manier, wanneer je het systeem activeert, je draait aan het stuur, dan gaat het systeem gecontroleerd de wielen aan de binnenkant van de draaicirkel gaan bedienen. Op die manier ga je dan korter draaien zonder het risico bodembeschadiging te verkrijgen. Omdat precies het systeem de snelheid controleert, het wiel mag nooit stilstaan, dus er is altijd een bepaalde draaiing van het wiel om zeker en vast geen bodembeschadiging te verkrijgen. Een tweede feature is dan enkel voor toepassing op de powercommand. Op de autocommand hebben we de Active Stand Still, namelijk het systeem als je stilstaat op een hoek van 35 graden met 35 ton last achteraan, blijf je gewoon stilstaan. Bij een powercommand gaan we het systeem ook kopiëren, namelijk als je het koppelingspedaal loslaat, worden de remmen proportioneel bediend en naarmate je het koppelingspedaal loslaat, gaan ook de remkracht afnemen. Op die manier kan je vanuit stilstand bergop vertrekken zonder het risico achteruit te rollen. Dit is de T4 Powerstar, een T4.75. De reeks bestaat uit drie modellen, de T4.55, 4.65 en de 75. De tractoren zijn verkrijgbaar met en zonder cabine, tweewiel of vierwiel aandrijving. Altijd een 12x12 transmissie, ofwel mechanisch te bedienen aan het stuur, ofwel hydraulische schakeling ook aan het stuur. We staan hier bij de T5-trekker, de nieuwe T5-trekker van Nieuw-Holland. Deze trekker is voorzien van een viercilindermotor. De eerste motor met de Tier 4-technologie in zijn PK-klasse. We hebben hem in de T5.95, de T5.105 en de T5.115. Dus begint vanaf 99 tot 115 pk. Wat er nieuw is aan de T5, het is een volledig nieuwe trekker. En het is de opvolger van de T5000, maar leunt ook sterk aan tegen de T6000 of de T6 nu. Voor Nederland is het de belangrijkste trekker in ons segment, specifiek voor de melkveehouders. Want deze trekker is uitgerust met een nieuwe Vision View cabine. En dat kun je perfect zien. Aan de bovenkant cabine heb je standaard een open dakluik met dan de cabine die helemaal naar boven uitgesneden is om een perfect zicht te hebben op uw voorlader.